Welkom. Veilig werken, een belangrijk onderwerp voor onze klanten. Het doel daarbij is om ongevallen te voorkomen. En de manier waarop je dat doet, is om gevaarlijke situaties te corrigeren voordat er een ongeval plaatsvindt. Dat begint allemaal met het vastleggen van die onveilige situaties. Maar als je daar geen opvolging aan geeft, dan kom je er nog niet. Dus hoe borg je nou die veiligheidsmeldingen? Nou, wat je wellicht nog niet weet, is dat Sherpa Kaizen zich daar super goed voor leent. Ik ga het je laten zien. Je ziet het startscherm van de Kaizen. Eerste stap die je doet is dat je naar de taaktypes gaat en dat je daar veiligheidstaaktypes klaar gaat zetten. Nou, dat zie je hier al. Wat hebben we gedaan? Een mapje veiligheid hebben we klaargezet, rode kleur. En daar zitten drie soorten onder. Een gevaarlijke situatie, een bijna ongeval en een ongeval met verzuim. Er hoort er nog eentje bij, die zullen we even toevoegen. Dat is het ongeval zonder verzuim. Dus wat doe je? Je klikt op nieuw taaktype. Ik schrijf ongeval zonder verzuim. We geven hem ook een rode kleur. We zeggen dat hij onder veiligheid valt. Nou, de vinkjes staan verder goed. En we klikken op opslaan. Komen we weer terug in de lijst. En nou zie je ze alle vier staan. Bijna ongeval, gevaarlijke situatie, een ongeval met en zonder verzuim. Nou, dat is eigenlijk de voorbereiding. En wat je vervolgens doet, is dat je je veiligheidsincidenten vast gaat leggen in de actielijst. Nou, die zie je hier. Ik had hem al even gefilterd. Ik heb alle acties gepakt van het taaktype veiligheid. Die nog openstaan of zijn afgehandeld. En wat je hier ziet zijn vier acties in de fases to, plan, do en act. De checkfase die ertussen zit, daar hebben we even geen voorbeeld van. Nou, wat wil dat zeggen? To, plan, dat zijn acties die zijn nieuw binnengekomen. Die moeten nog opgepakt worden. Plan, een kwartje, betekent dat die actie in behandeling is. Dat er iemand mee bezig is. Do, half bolletje, betekent dat de onveilige situatie is verholpen, maar dat er nog niet is gecontroleerd of de verandering ook het juiste effect heeft. Dat doe je in de checkfase. Daarin controleer je dus of het daadwerkelijk is opgelost. En in de actfase, de laatste stap, daar borg je eigenlijk de verandering. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn een training van alle medewerkers of je procedures aanpassen. Nou, dat is eigenlijk hoe je dat doet met Sherpa Kaizen. Simpel en eenvoudig.